VVSB TV wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor De Lange. Buitengewoon betrokken. Ik ben Mike dit is de wedstrijd van VVSB WKE. VVSB krijgt dus bezoek uit Emmen, de nummer 6 van deze topklasse. En vorig jaar werd dit duel nog 2-0 in het voordeel van VVSB. Jelmer Velbrief heeft zijn linksbackpositie weer terug heroverd ten faveure van Tim de Rijk. En Bas Ruigrok, hij staat weer centraal op het middenveld nadat hij de vorige thuiswedstrijd tegen HFC nog was geschorst. De bloemen zijn er uit handen van voorzitter Arjan Broekhoff voor Raymond Duivenvoorde. Hij zit voor de 200ste keer op de bank als reservekeeper van de Noordwijkerhouters. Serboni verliest dat kopduel, maar de afvallende bal is er voor Vladimir Jozic. Tavila met de goede actie, de bal naar Serboni, maar dan heeft scheidsrechter Dreugen gefloten voor een vrije trap voor VVSB. Op een lekkere positie. En vorig jaar had VVSB daar nog Koen Bosma voor, de specialist, maar Vladimir Jozic moet dit ook kunnen. Met zijn goede rechterbeen, de vrije trap is er van Jozic. En die vrije trap is ook goed, maar de redding van Diederik Egbert Bangma, de doelman van WKE, die mag er ook wezen. Van Niel. Naar Parami. Parami wacht op ondersteuning. Ziet er weer bij Van Niel. En dan is het schot er van Bas Ruigrok. Maar zijn schot is niet geplaatst genoeg. En dus is het een makkelijke redding voor doelman Bangma. Goeie werk van Peet van der Slot. De rechtsback van VVSB. Dolt zijn directe tegenstander. Dit doet hij goed. Parami kan overnemen. Van der Slot. Voorzet naar Tavila. Oh, dit doet Tavila mooi. Dit doet hij heel mooi. Wat een wedstrijd geworden. 1-0 voor VVSB. Wat een heerlijke aanval van de Noordwijkerhouters. En ook het afmaken hier van Tavila is lekker hoor. Ook nog door de benen van de verdediger van WKE. En maar vergeet ook niet het goede voorbereidende werk van Peet van der Slot. Hooiveld, kop door richting Grot. Grot, die is sneller dan Zwart. En Grot, die maakt gelijk alweer de 1-1. Zo heeft VVSB niet lang kunnen genieten van de openingsgoal. En is Grot hier gewoon sneller en behendiger dan Jordi Zwart. Ja, dames en heren. En de ploeg uit Emmen komt al snel dus weer op 1-1. De corner dan via Van Niel. Wordt weggekopt. Komt voor de voeten van Ruigrok. En Ruigrok zorgt gelijk voor de 2-1. Nou, wat vallen die goals snel achter elkaar. Nou, Angelo Zimmerman die loopt nog naar de scheidsrechter. Die denkt misschien nog dat Jordi Zwart de bal heeft aangeraakt. Dat gebeurt niet. En Jordi Zwart staat ook niet eens in buitenspelpositie. Dus het klagen van Zimmerman slaat daadwerkelijk nergens op. En dus staat VVSB op 2-1 voorsprong. Half uurtje gevoetbald. Is het hier de voorzet richting Grot. Maar Grot komt net een teenlengte tekort. De uittrap was er van de Meer. En dan moet Van Niel hier overnemen. Krijgt hij een duel van IJzerman. Maar het spel gaat door. Goede paas van IJzerman richting Smeekens. Die is sneller dan Jordi Zwart. En dan ziet hij Grot vrij staan. En Grot die zorgt ook alweer voor de 2-2. De goals vallen als rijpe appels uit de boom. De voorzet dus van Smeekens en Grot die tikt de bal makkelijk binnen. Het duimpje van IJzerman gaat ook omhoog richting Smeekens. En de hoofdrolspelers van deze aanval die vallen elkaar in de armen. 2-2. Gaan we ook mee rusten als Jozic in de tweede helft deze corner mag nemen. Komt op het hoofd van Ruigrok. En dan wordt er hier nog geappelleerd ook voor Hens. Maar de scheidsrechter wilde niet aan. Hens zou dan van kunst moeten zijn geweest. Maar de scheidsrechter geeft aan dat er een corner is. Denken ook de supporters. Maar de scheids loopt weg omdat hij de grensrechter heeft zien vlaggen. Uiteindelijk wordt het dan toch nog een corner. Maar heeft VVSB gelijk dat het hier een penalty wil? Ja, komt toch tegen de elleboog van kunst. Maar de corner komt er uiteindelijk van Jozic weer. Ruigrok en dan is het Ruigrok wel met de 3-2. Ja, als je het dan niet via een penalty krijgt, dan doen we het maar gewoon lekker zo. En zie die ontlading bij de mannen. Als ze vlak na rust alweer de 3-2 maken via Ruigrok.
Hij voelt de bal over zijn kruin heen gaan. Kijkt naar achter. En maakt zomaar de 3-2. Corner dan voor WK. We hebben net gezien hoe gevaarlijk die corners kunnen zijn. Als Ramos uiteindelijk de bal overkopt. Wat een heerlijke wedstrijd is dit ook. Niet alleen voor VVSB-liefhebbers, maar sowieso voor de neutrale toeschouwer. Veel goals, veel strijd. En dan is het hier Vladimir Jozic die de combinatie zoekt met Van Niel. Jozic krijgt de bal terug. En dan gaat de bal via het been van Poelstra uiteindelijk over de goal van Diederik Egbert Bangma. Smekens. Die wordt dan onderuit gehaald door Jozic. Maar reageert dan wel heel fel op Jozic. Die geeft Jozic een duw. Gaat Jozic erbij liggen. Wordt IJzerman ook nog weer boos. En zo wordt deze wedstrijd er niet gezelliger op. Wordt het vooral een beetje grimmig. En gaan we kijken wat de scheidsrechter doet. Het mooie om te zien dat Parami zegt, jongens, doe nou eens eventjes rustig. En ook de supporters en de bank van WKE wachten af wat scheidsrechter Dreugen uiteindelijk gaat doen. Nou, de gele kaart is er voor Jozic. En de gele kaart is er ook voor Smekens. Jozic, ja, begrijpt natuurlijk zijn gele kaart wel, want die overtreding, ja, kan je bestraffen met een gele kaart. Jozic, die overigens een goede wedstrijd speelt, laat dat hier ook nog maar zien. Maar zijn schot komt op de knieën van de doelman Bangma. Smekens, de bal uiteindelijk naar nummer 14. Krijgt Smekens de bal weer terug. Smekens met de voorzet richting Hooiveld. Die bal gaat uiteindelijk net naast. Is het weer WK met Hooiveld. De overtreding hier van Peet van der Slot. En dan gaan al die spelers uit Emmen weer klagen bij de scheidsrechter. En nogmaals, de wedstrijd wordt er niet leuker op deze manier. Wat geïrriteerde fase in deze wedstrijd. Als Peet van der Slot ook de hand wil geven aan Hooiveld. Maar die heeft daar even geen behoefte aan. Het voorzet gegeven wordt moeilijk weggewerkt door Van der Meer. Hooiveld nog met het schot. En zijn schot gaat over. Het goede schot van de aanvoerder van WK. Kruijvanger. Met de bal. Richting Serboni. Serboni naar Jozic. Jozic. Tavila met het schot. Maar zijn schot gaat naast. Wat speelt Tavila, de linksbuiten van VVSB, ook weer een prachtwedstrijd. En dat laat hij hier ook zien met het goede wegdraaien. Oh, dit is een goede actie van Parami. Parami maakt het dan af. Nee, dat doet hij niet. En dat is zonde. Dat weet hij zelf ook. Hij had daar toch de kans op de 4-2. Balverlies op het middenveld bij WK. En dit, nou heeft VVSB ruimte via Jozic. Jozic ziet dan dat heel veel VVSB'ers er zijn om de bal op te pakken. En Tavila is uiteindelijk degene die het doet. Wat een mooie uitgespeelde kans van VVSB. Goed omgeschakeld. En Tavila die klapt waarschijnlijk ook voor het goede werk van de hele ploeg. Maar hij is uiteindelijk degene die het afmaakt. En hij bekroont zijn uitstekende wedstrijd dus met 2 tegengoals. 2 mooie goals ook. Vanaf de aftrap wil WKE nog laten zien in deze slotfase dat het toch nog probeert er om er wat van te maken. Met het schot uiteindelijk van Grot. En dan krijgt Tavila terecht de handen op elkaar van de VVSB supporters. Want wat speelde hij een goede wedstrijd. En dan krijgt hij van de trainer Wilfred van Leeuwen de publiekswissel. Tim de Rijk die komt er nog in. Maar Tavila, ja, terecht het applaus voor de linksbuiten van VVSB. Grot met de voorzet. Blijft de bal wat hangen. Wordt er moeizaam weggewerkt. Wie is dan degene die de bal kan schieten? Dan is het Grot en dan wordt hij nog maar net overgetikt door Peet van der Slot. Nog even angstvallige momenten voor de goal van der Meer. Als hier nog de corner komt op het hoofd van Eleveld. Die maakt dan de 4-3. Nee, dan heeft de scheidsrechter gefloten. Dan moet de bal achter zijn geweest. En de scheidsrechter fluit dan ook gelijk maar voor het einde van de wedstrijd. 2 weken geleden gaf VVSB nog een voorsprong weg tegen HFC. Maar nu wint het wel met 4-2. Ja, en kijk, 2 weken geleden was het natuurlijk ook wel toen de laatste 10 minuten dat hun die laatste 2 goals maken. En nu maken hun natuurlijk in de eerste helft. Dan kun je dat allemaal natuurlijk in de tweede helft nog wel recht zetten. En dat hebben we ook gedaan ook. Is dat iets mentaals? Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, de trainer heb ook al gehamerd inderdaad, dat de mentale kwestie, zeg maar, dat we het wel beter kennen allemaal. En nou ja, als je vandaag ziet, is het gewoon
Dikke Noordenaal. En je maakt zelf ook nog twee veldgoals. Hoe voelt dat? Ja, dat is wel lekker. Dat is lang geleden inderdaad. Ja, nee, dat is gewoon lekker. Ik bedoel, ja, twee keer op de goede plek. De eerste corner, zeg maar, de afvallende bal. Dat kan ik hem net nog aanraken. En op goal tikken. En nou ja, Jordi springt goed omhoog, waardoor de keeper een keuze moet maken. En die bal die gaat zeg maar onder zijn arm erin. En die tweede is gewoon een kopbal bij de eerste paal. Daarvoor kocht hij hem nog even op de lat. Ja, nee, de keeper tikt hem eruit. Ja, ja, die pakt hij er aardig uit inderdaad. En ja, een minuut later zat hij er wel in. Dus, ja, het is pas december, maar langzamerhand gaan we naar boven kijken in de competitie. Hoe mooi gaat dit seizoen voor VVSB worden, denk jij? Ja, nee, ik denk dat volgende week een belangrijk potje wordt. Kijk, als je die gaat winnen, dan kun je nog eens een keer kijken hoe ver je kan komen, zeg maar. En tot nu toe loopt het gewoon erg goed allemaal. Thomas de Villa, wat een schitterende wedstrijd heb jij gespeeld. Ben je echt definitief los hier? Ik doe gewoon mijn best en los, ja, dat zo kan je het wel zeggen, ja, eigenlijk, ja. Hoe kijk je zelf terug op de wedstrijd? Moeizame wedstrijd, denk ik. Vooral in het begin. Het veld werkt ook niet mee. En als het dan zo hard regent, dan dat maakt het veld alleen maar slechter. Maar verder, ik denk dat we gewoon heren meester zijn geweest over de wedstrijd gezien. Alleen door twee slapige momentjes achterin komen ze twee keer gelijk. En dat moet eruit. Dat is zonde. Maar ja, verder geen problemen gehad. Verder ook. Nee, want vorige thuiswedstrijd spelen jullie 2-2. Laten jullie zeg maar nog schieten. Nu pak je hem wel. Is dat een mentale overwinning ook? Dat is een mentale overwinning, denk ik. Die wedstrijd die we dan weggeven, ja, dan knakt er toch iets mentaal, denk ik. En kunnen we het niet opbrengen om tot de laatste minuut er te staan, zeg maar. En dat hebben we vandaag wel gedaan. Ik weet niet of jij VVSB van vorig seizoen kent. Linksbuiten was toen Koen Bosma, een van de vedettes zeg maar, van VVSB. Het begint er aardig op te lijken dat jij zijn plek goed aan het overnemen bent. Nou ja, dat is Koen Bosma en ik ben Thomas Davila. Ik doe gewoon mijn best, ik doe wat ik kan en ik laat zien wat ik kan hier. En dan ben ik tevreden. Dat is het enige juiste antwoord inderdaad. Volgende week wedstrijd tegen Kuik. Denk ik een belangrijke wedstrijd voor jullie? Ja, zeker weten. Kuik thuis hebben we toen 4-1 verloren, als ik het goed herinner. En laatste wedstrijd voor de winterstop. We gaan er naartoe voor 3 punten. Overigens nog even over jouw openingsgoal. Schitterende goal. Hoe heb je die zelf beleefd? Je pingelde volgens mij een beetje door de verdediging heen. Ik stond in de 16. Ik kwam naar binnen van de linksbuitenpositie. En Peet, die van der Slot, die gaf eigenlijk onverwachts de bal strak in mijn voeten. En ja, dat was gewoon instinct. Kappen en schieten. VVSB TV werd mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor De Lange, buitengewoon betrokken.